de HCC-dagen. Nou, dat is een jaarlijks evenement waar echt ontzettend veel mensen naartoe gaan. Vrijdag, zaterdag en zondag. En we gingen er op vrijdagavond kijken na afloop van de eerste dag. Nou, u ziet het wel een beetje aan de rommel. Er is ontzettend veel verkocht. Het was heel druk. Het was heel geanimeerd. En de mensen hadden blijkbaar veel geld in hun zak, want er is heel veel spul verkocht. Voor wie het niet weet, HCC-dagen worden georganiseerd door de Hobby Computer Club. Dat is al een hele oude organisatie. De grootste organisatie in Nederland met meer dan 120.000 leden, maar ook in de wereld. Echt een van de alleroudste, allergrootste hobby computer clubs. Ze hebben allerlei gebruikersgroepen. GG's heette dat. Die dus bijvoorbeeld voor de PC, maar ook voor modelspoorbanen bijeenkomsten organiseren en met gelijkgezinden daarover praten, programmeren en wat computergebruikers al niet meer doen. We gaan eens rondkijken en praten met wat leveranciers en indruk geven van wat er op de HCC-dagen te zien is en gebeurd is. HCC-dagen. U ziet het aan het eind van de eerste dag. Een beetje een rotzootje, overal dozen. Maar dat is niet erg, want er zijn goede zaken gedaan. We praten even met Kees Schaap. Jij bent een Epson maakt. Absoluut. Epson wordt heel goed verkocht. CD-writers, het is hier een gekkenhuis. Ja. We hebben vandaag denk ik 40.000 bezoekers gehad. Dat is enorm. Dat zou betekenen dat ze de 120.000 bezoekers die verwacht worden op deze HCC-dagen tot en met zondag ruim gaan halen. Zonder meer. Vandaag is natuurlijk een gewone werkdag. Morgen en overmorgen is het weekend. Dan komen ze allemaal. En ze komen, allemaal. En de producten zijn hier echt super laag geprijsd. En allemaal, ja, goede producten. Waarom kopen mensen nu nog een printer? De meeste mensen hebben al een computer. Waarom kopen ze daar nu nog een printer bij? Of zit daar ontwikkeling in die printers? Het is een puur vervangingsmarkt. Mensen hebben meestal of nog een oude Matrix of een oude kleurenprinter. Ze willen meer. En wat is de trend? Deskjet of laser? Nee, deskjet. Inkjet moet ik zeggen. En dan in kleurtjes? Absoluut. En 1440 dpi het liefst. Maar ja, dat is dus ze willen fotokwaliteit? Absoluut, de mensen willen fotokwaliteit. En zijn ze ook bereid om de duurdere papierprijs die daarbij hoort te betalen? De prijs valt op zich mee. Onafhankelijke test in diverse computerbladen. Blijkt dat een printje full color A4 kost 1,60 ongeveer. En chooser. Mooie prijs. Ja, goed, dat fotograaf niet. Dat is waar, want het is dan een A4'tje. Goed, Kees. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, dat viel me op vandaag? Veel vrouwen, veel allochtone mensen. Hoe ziet het publiek eruit? Ik heb een gebodypainted vrouw gezien ergens. Zag er appetijtelijk uit. Weinig tijd gehad. Het is zo druk geweest. Moet dit meer keer per jaar gebeuren? Weet ik niet. HCC heeft het karakter van één keer per jaar. En voor de rest hebben we de PCDum-dagen, toch? Ja, in Amsterdam. Maar dit waren de HCC-dagen. Heel groot. Nog dit weekend tot zondagmiddag 5 uur. Dus haast u als u nog iets nodig heeft. Iets heel bijzonders. Er zijn leuke aanbiedingen. Er zijn ook gewone computers, gewone dingen, gewone printers. Maar als je iets vreemd zoekt, een beetje wil snuffelen of wil praten met de mensen van bijvoorbeeld al die HCC-gebruikersgroepen. Van spoorbaantjes tot, nou, je kan het zo gek niet bedenken, beleggingsclubs. De Hobby Computer Club heeft allerlei ledenactiviteiten. Die kunt u hier ook nog zien dit weekend. Dankjewel, Kees. Graag gedaan. We hadden het op de HCC-dagen even over hardware, maar we mogen de software niet vergeten. We praten met Alexander Werter. Jij staat hier bij een bedrijf dat software verkoopt. Wat voor software? We hebben games, non-games. Dat is het eigenlijk. Dus, dat is het eigenlijk, maar leuke dingen. Nou, kijk ik even naar de gedichtengenerator. Wat is dat? Het is een CD-ROM met daarop meer dan 6 miljoen gedichten. Ik typ de naam Tines in. Ik typ de naam of het cadeau Mountainbike in. En binnen een tiende van een seconde heb ik een gedicht van 16 regels.
Waarbij Tieners ruimt op mountainbike en Sinterklaas en dat soort dingen. Want dat is een gedichtengenerator. Nou, die is er al heel lang voor de Commodore 64. Maar elk jaar natuurlijk een topproduct in de tijd. Aangaand, we gaan tenslotte naar 5 december. Mensen willen graag goed voor de dag komen. Kun je het er ook mee afdrukken op een printer? Ja, ik kan alle gedichten kan ik volledig exporteren. Er zit een rijmwoordenboek in van meer dan 10.000 woorden. Alles wat rijmt op fiets, alles wat rijmt op CD-ROM, noem maar op. Sinterklaas en kerstkleurplaten, wenskaarten kan ik ermee maken. Ideaal als je de Sinterklaasavond een beetje fleur en kleur wil geven. Goed, wat voor andere producten zien we hier? Jagged Alliance. Zijn dat allemaal van die gewelddadige games? Of zijn er ook games die wat leuker zijn? Geweld is misschien ook leuk, maar wat minder gewelddadig. Nou, we hebben een product dat heet Emergency. Emergency Fighters for Life. Dat is een product waarbij je niet oma dood moet rijden voor 100 bonuspunten. De auto nog eens in de achteruit moet zetten en er voor 10 bonuspunten nog eens overheen moet jallen. Want dat zijn de games waar erg veel kritiek op is. Daar is op dit moment erg veel kritiek op. Ik kan me dat gedeeltelijk voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat de jeugd dat op dit moment fantastisch vindt. Emergency bij de leider over de eenheden van politie, brandweer en ambulance. En in plaats van de mensen doodrijden, moet je ze nu... Zeven. Nou, dat is heel goed. Zijn er al millennium-programma's? Red de wereld van de Millennium Bug. Zijn die er al? Ja, we komen in januari komen we met een programma. Dat is de Millennium CD-ROM. En daarmee kan ik voor 25 gulden kan ik die CD-ROM en mijn CD-ROM speler stoppen. En de CD-ROM die zoekt eventuele probleemgevallen in je computer zoekt die op. Dus je kunt zelf je Millennium Bug uit je computer halen? Dan? Ja, dus er is niks aan de hand. Allemaal een storm in een glas water. Nou, voor wat de PC betreft, en dat hebben we al eerder gehoord, er is een Millennium probleem, maar het is ook op te lossen. Er zijn programma's, u hoort het van deze meer, van 25 gulden komen er cd's op de markt. Kun je zelf je pc'tje als het ware testen, even kijken naar je software, want dat is ook belangrijk of je daar niet de verkeerde datum in hebt. Dus wat uw pc betreft, wel wat aan doen, maar dan kunt u weer rustig klaarmaken voor het grote feest van het Millennium. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ja, en de eerste dag van de HCC is voorbij. Het is nu vrijdagavond. En als u nog wilt, moet u natuurlijk op zaterdag of zondag naar de HCC gaan. Als u dit ziet, is het waarschijnlijk zaterdagmiddag. Dus dan kunt u zondag nog gaan. En u ziet de enorme stapels dozen geven wel aan dat er goed verkocht is. Deze HCC is een plek waar je goedkoop heel veel dingen voor je computer kunt vinden. Het zit allemaal in dozen. En aan de lege dozen te zien, zijn er mensen die het ofwel zonder te betalen ben meegenomen, ofwel in een plastic tasje en waren dit de zogenaamde overdozen. Maar je komt om in het verpakkingsmateriaal en op zo'n beurs. Ja, je ziet natuurlijk de bekende namen zoals PCOK, een bekend Amsterdams bedrijf wat zich op reparaties ook richt en wat gebruikte computers. Maar Benelux Computer Exchange, je komt alle grote namen, ook uit Amsterdam, de dealers kom je hier tegen. Ze staan er allemaal om soms een oude voorraad op te ruimen, soms winkeldochters, of soms hebben ze gewoon speciaal ingekocht voor de HCC-dagen met hele leuke aanbieding. Hier, we zien iets. CD-R Writer voor 690 gulden. Een zipdrive voor 250 gulden. En intern voor 175 gulden. Nou, dat zijn aanbiedingen die je in een normale computerzaak niet zo makkelijk zult vinden. Wat dat betreft is het de moeite waard. En als u HCC-lid, heeft u zelfs een vrijkaartje in de bus gekregen. We praten even met Bram van Leeuwen. Hij is de baas van PCOK en PC Dokter. Bram, hoe is het gegaan op die eerste dag van de HCC-dag? Wij hebben een leuke HCC-dag gehad. Echt waar. Heel veel mensen, heel enthousiast, leuk publiek. En je kon merken dat de mensen wisten waar ze op uit waren, vonden wij. Ze hebben ontzettend veel CD-writers gekocht. Dus dat ze hun eigen cd'tjes kunnen maken. Even vragen, wat kost op dit moment op de beurs en zo'n schijfje daarvoor? Dat weet ik niet, die verkopen we niet. Maar die writer zelf, 495 gulden. Nou, ik schat iets van 2,5, 3 piek voor zo'n schijfje. Dus dan kan je 660 megabyte wegschrijven. Nee, dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat ze zelfs wel onder de 2 gulden te koop zijn hier, hoor. Die schijfjes. En dan kan je gewoon 740 megabyte aan informatie opschrijven. Dus dat is hartstikke leuk. En dat is heel veel aangekocht vandaag. Wat is het product van het jaar? Ik kwam naar deze beurs met 2 vragen in mijn hoofd. 1, het Millennium. Gaat dat wel goed? Vragen mensen om millennium-proof producten? Nee, een enkeling die wil zich verzekerd weten dat dat goed zit. Maar de spullen die vandaag de dag gemaakt worden, die zijn dat ook wel. Dus die ondersteunen dat millennium-probleem goed.
En de mensen die al aangekocht hebben, die horen we eigenlijk nooit. Nou, dat was wel een centje van de Millennium Platform. De andere vraag waar ik mee kwam is, ik heb in de krant gelezen dat in Amerika Bill Gates moet de nieuwe versie van Windows, of moet eigenlijk een Windows 98 aanpassen en hij moet die toegang tot Netscape mogelijk maken. Vragen mensen daarom? Nee, dat is niet mijn klant die daarmee bezig is. Nee. Dat zijn misschien bedrijven of... Ik denk het. Ik heb trouwens vandaag, want dat was vroeger, was de trend dat toch op vrijdag, hè, de eerste HCC-dag, veel bedrijven op pad waren. Heb ik gemist een beetje vandaag. Ik vond het overgrote deel, wat ik zeg, particulieren. En die wisten verdraaid goed wat er te koop is. Even een leeftijdscategorie. Ouder dan jonger, wat voor mensen komen er? Oudere mensen vond ik vandaag. Bepaald oudere mensen. Over de 40? Ja, ik denk gemiddeld boven de 40 zit. Ja. Is dat omdat de nieuwe generatie, de 15, 20 jaar, niet aan de computer willen of daar niet meer de kick van inzien? Nee, ik denk dat het vrijdag is en die zitten op school. Die hebben hun verplichtingen en die komen lekker morgen en zondag. Oké, dat gaan we zien. Dankjewel Bram van Leeuwen van PCOK in Utrechtse straat. Hè? Ja, die HCC-dagen. Er is een heleboel dus. Niet alleen de HCC zelf heeft allerlei stands en subverenigingen en gebruikersgroepen zoals die heten. Er is een markt voor de verkoop. Er worden allerlei demonstraties gegeven. Natuurlijk ook leuke muziek, leuke dingen. En het is erg groot. We zijn hier op vrijdagavond na de eerste dag en u kunt het zien. Wat een dozen, wat een rommel. Er is goed verkocht tegen prijzen waarvan je als normale gebruiker denkt, nou, dat is mooi meegenomen. We hadden het net even over Microsoft met Windows 98. In Amerika heeft de rechter besloten dat Microsoft nu iets moet doen aan dat Windows 98 en wel concurrenten toelaten in de software. Nou, over monopolies van Nederlandse softwarebedrijven hoeven we nog niet te praten. Misschien exact in de boekhoudsfeer. Maar er zijn wel leuke Nederlandse softwareclubs. We praten even met Davilex. En om te beginnen laat ik zien een pakketje voetbalavontuur. Nou, dat kost nog 5 gulden. Dat gaat dus in de rams. Precies, 5 gulden. Periode is voorbij. Die artikels zijn een beetje tijdsgebonden. Ja, dan moet je daarna toch wat mee doen. En zo'n beurs is natuurlijk ideaal om mensen toch een leuk pakketje voor op minder aan te bieden. Ja, en als je het in de schoen van Sinterklaas vindt, dan wie let daarop? Precies. Maar er zijn ook nieuwe producten. Dit heet Racer 2. A2 Racer 2. Ja, A2 Racer 1 is de meest verkochte CD-ROM van heel Nederland en de games. 49,95. Is dit zo'n game waar je mensen bij dan moet doodrijden? Nee, dat niet. Nee. Daar is wat kritiek op. Hè, dat je... Precies. Maar ja, een flitspaal uit de grond rijden. Kijk, dan zie ik al een lach op je gezicht. In plaats van kwaad kijken. Dat is natuurlijk al voor iedereen leuk om te doen. Flatspalen uit de grond rijden, door de politie klem gereden worden, dan toch weer te ontsnappen. Dus dat zit er wel een beetje in. Dan dat je zegt van, hey, gadverdamme. Dat zit er wel een beetje in. Racer 2. Op de A2. Ideale titel natuurlijk. Een hoop mensen, ja, oudere mensen die zelf vaak zat op de A2 staan in die file. Kunnen zich nou een keer lekker uitkuren daarna. Ja. En natuurlijk. Want het klopt ook qua ambiance en de weg. Je ziet de arena rijdt je voorbij. Je krijgt een stedenrally door Amsterdam, door Rotterdam, door Den Haag heen. Nou, dus Racer 2 van Davilex is een Nederlands product. Overigens, als u de HCC-dagen mist dit jaar. Op 19 december is in Amsterdam zijn de PC Dum dagen, de 50ste. En dan is er een speciaal championship. Waarbij als u denkt dat u hartstikke goed kunt racen met zo'n computer. Er een Microsoft Motor Race championship is. Voor mensen die denken dat ze het beter kunnen dan een ander. Dus op 19 december in de RAI. En anders kunt u hier dus op de HCC heel veel van dit spul vinden. Onder andere bij Davilex. Dankjewel. Jawel, oké, prima. Dank u. Ja, net vroeg ons even af, wat is nou de prijs van zo'n CDR'tje? Zo'n zelfbeschrijfbaar ding. Nou, iemand zei misschien beneden de 2 gulden. En dat klopt, op de HCC-dagen staat hier een spindel, 100 stuks voor 199 gulden. Nou, dus minder dan 2 gulden per stuk. Dat betekent dat op zo'n staafje dus 70 gigabyte staat. Dat is een enorme hoeveelheid data. Het ziet er ook wel indrukwekkend uit, maar het zijn dus allemaal van deze kleine schijfjes. CDR, een beetje de mode van dit jaar. Ja, op de HCC-dagen. En dit was Primafone en daar verkopen ze tegenwoordig de iMac. De Macintosh-computer voor de massa. Dat is een beetje vreemd, want de PTT heeft nooit zoveel gedaan in computers. Natuurlijk is met ISDN en dat soort zaken
de trend naar de integratie van computer en telefoon wel aan de gang, maar toch. Afgelopen week werd ook bekend dat de PTT in een soort, naar mijn gevoel, wanhoopspoging een samenwerking aangaat met Q-West, een Amerikaans telecommunicatiebedrijf wat eigenlijk pas heel jong is, snel aan het groeien is. En nadat de vorige deal voor Unisource is afgeblazen, Unisource PTT gaat niet meer door, er is nu dus een nieuwe partner Q-West. Het lijkt eraf een beetje op of de heer Dick van de PTT wanhopig aan het zoeken was naar een excuus, naar een nieuwe partner. Want anders zouden de aandeelhouders wel eens kunnen zeggen, meneer Dick, u maakt er een rotzootje van. Andere lokale experimenten van de PTT, zoals het net, en naar we denken ook deze verkoop van iMac via de Primafoonwinkels, zijn geen succes geworden. De PTT zwalkt een beetje. De post zijn we al kwijt. Die is gedeeld met een Australische club. En ik vrees dat ook de normale PTT, de telecommunicatie, op termijn verloren gaat voor Nederland. Dank u wel, meneer Dick. De ambitie was groot. De kennis was niet zo vreselijk groot, zoals we een aantal keren konden zien. Jammer. En dan nog wat beelden van de HCC. U kunt dus nog zondag naar de HCC. In Utrecht, Hobby Computer Club.